Ik sta anders in het leven omdat ik nu meer naar mezelf reflecteer. Ik was voorheen geneigd om te zeggen, ja, maar het ligt, een situatie ontstaat omdat die en die persoon dat en dat heeft gedaan. Of omdat ik door die en die omstandigheden dat en dat heb beslist. En nu kan ik veel kritischer kijken naar mezelf door te zeggen, ja, maar wil ik dat ook echt? En ben ik zo ook echt? Ja, en ik noem dat maar steeds toch maar zelfreflectie. Iedere keer maar weer kijken, wat wil ik zelf en wat vind ik zelf? En dat is heel erg moeilijk, omdat je dan toch een klein beetje geconfronteerd wordt met je ego. En ook met wat andere mensen van je vinden. En dat stukje loslaten is heel erg lastig. Maar door dat te doen, kom je er wel achter wat je zelf eigenlijk heel erg graag wilt. Het is wel zo dat je dus wel erg bereid moet zijn je angsten aan te kunnen en willen kijken. Dat is niet altijd eenvoudig natuurlijk, maar als je dat voor jezelf wel doet, dan heb je eigenlijk de eerste stap, vind ik, al gezet. Want misschien moet het zware werk nog komen, maar het feit dat je al onder ogen ziet dat je angsten hebt, dat je die onderkent en dat je daar wat mee wil, nou, daar ben je al een eindje op weg. Het is eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen vanzelf gegaan, want het kost natuurlijk wel moeite, maar ja, op een dag valt ineens het kwartje en dan heb je het ineens door. En ik voel het gewoon dat dat was wat ze bedoelden. Het heeft me ook ontzettend geholpen om een bepaalde angst te overwinnen. Ik heb echt een ernstige spreekangst gehad. En dat belemmerde me ook verschrikkelijk in mijn werk, dus ik moest daar echt iets aan gaan doen. Het spreken voor groepen is altijd heel angstig voor mij gebleven. Totdat Anna op een gegeven moment zei van ja, maar met de kennis en de ervaring die je nu hebt op het gebied van dyslexie, zie ik jou in de toekomst toch mogelijk voor groepen gaan spreken. En ik zie je zelfs wel voor een zaal staan. En dan zei ik van nou, je kunt me nog meer vertellen, maar ik geloof je altijd, maar dit toch echt niet. Dat zal ik nooit van mijn levensdagen doen. En toch is het gebeurd. En toch is het gebeurd dat ik op een gegeven moment met een aantal mensen een groot symposium over dyslexie heb georganiseerd. En waarin ik een lezing van, weet ik veel, 3 kwartier heb gehouden over dyslexie. Voor een zaal met 700 mensen hier in de grote zaal van het Doelen in Rotterdam. En het leuke is dat ik het ook heel erg leuk vond om te doen. Dat ik het fijn vond om te kunnen vertellen over wat ik denk dat belangrijk is. Stel, je bent een heel emotioneel persoon en je reageert heel emotioneel op gebeurtenissen, maar je begrijpt eigenlijk niet waarom je dat doet. Door veel bewuster te kijken naar wat die emoties jou vertellen en eigenlijk dieper te kijken van wat ligt er onder die emotie. Want dat is eigenlijk waar het dan echt om gaat. De emotie is dan een signaal, een uiting, maar de bron waardoor dat aangeraakt wordt, die emotie, die geeft jou echt informatie voor wat er eigenlijk speelt. Door daar bewuster dan ook naar te kijken en ook te beseffen dat je een ziel bent, dat daar dus ook een diepere betekenis vanuit de ziel in kan liggen, kun je je emoties leren overstijgen op den duur, maar in eerste instantie veel beter te begrijpen. En door, als je je eigen emoties beter begrijpt, kun je het ook naar een groter kader brengen. Dus dan blijft het niet alleen puur eng die emoties zelf, maar de betekenis die je eruit leert te halen, die vormt je ook weer in je denken, in je leren loslaten. En dat verandert ook je manier van kijken. Ja, ik heb bij Anna, denk ik, op sommige punten letterlijk het licht gezien. Dat dingen ook komen zoals ze moeten komen en op de tijd die voor jou de goede tijd is. En ja, dat kan voor een ander anders zijn, maar voor jou is het dan de goede tijd. En ja, ik vind het soms wel eens heel interessant als er dan weer iets gebeurt, ja, wat voor ontwikkeling dat dan weer gaat geven. Dan wil ik eigenlijk soms wel, ja, een blik in de toekomst werpen om te kijken van hoe gaat het aflopen. En dat had ik vroeger helemaal niet. Het is heel belangrijk om te leren kijken dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt voor hoe je met jezelf en met je medemens en situaties omgaat. Dus dat vraagt wel een bepaalde inzet. En als er mensen zijn die inzet niet willen geven, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Je kan zeg maar niet tegen een muur aanpraten en dan denken dat daar dan verandering in komt. Dus het is wel belangrijk dat mensen
zich in willen zetten om te groeien. Anna vertelt niet wat je moet doen. Anna maakt je alleen maar bewust wat je kunt doen. En daar kun je mee doen wat jij wilt. Dus je wordt niet gedwongen in een richting. Je bent vrij om te kiezen wat je wilt. En dat spreekt mij aan. Je kunt iedere vraag stellen. En wat mij heel erg aanspreekt, je kunt ook iedere kritische vraag stellen. Omtrent hetgeen zij doet. Want het is heel erg moeilijk uit te leggen. En het is mystiek. Het is iets wat wij niet kunnen bevatten. En al die vragen kun je bij haar neerleggen. En ook je twijfel erover kun je bij haar neerleggen. En daar krijg je een antwoord op wat ik bevredigend vind. Wat Anna anders maakt, totaal anders maakt, is het spirituele aspect wat erbij zit. En dat is wat ik zo bijzonder vind. Dat er ontzettend veel wijsheid en inzicht komt vanuit de niet zichtbare wereld. En dat vind ik ook altijd weer heel ontroerend om te merken hoe die niet zichtbare wereld, hoe ze zich betrokken voelen op jou. En hoe ze graag jouw vragen willen beantwoorden. En they care about you, weet je. Dat denk ik altijd. Ze willen je echt helpen. En dat vind ik echt iets bijzonders, heel buitengewoons. Mensen die komen ook vaak hierheen, juist om deze werkwijze te ontvangen. Omdat het uit een andere bron komt. Dan voelen ze een soort diepere betekenis en vooral ook een hele voedende liefde die in de kracht van het licht zit. En die ook heel erg lang doorwerkt in de tijd. Dus ze willen dan vaak niet puur rationele antwoorden, maar zoeken ook heel duidelijk die hogere vorm van liefde en de hogere vorm van voeding die in elke laag zeg maar, van het mens zijn en van je eigen ziel zijnde doorwerkt. Ze gaan niet tegen je zeggen dat over een half jaar om 4:15 er dat en dat gebeurt. Dat zullen ze nooit doen. En dat hoef je ook niet te verwachten. Een hoop mensen zijn bang dat als ze daarheen gaan, dat ze een zodanige glimp op de toekomst krijgen dat ze, ja, je weet maar nooit wat er gezegd wordt. En dan probeer ik ze te overtuigen dat het dus helemaal het geval niet zo is. Ik ben heel erg blij dat ik dit werk mag doen. Het heeft enorm veel toegevoegd aan mijn eigen leven. Ik ben er zelf enorm door gegroeid en door zoveel informatie ook te horen. Want elke keer als er een cliënt is, ontvang ik natuurlijk die energie en die informatie. Dus ik groei daar elke keer zelf ook weer heel erg van. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste is, het werken vanuit dit licht, dat is, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is werken vanuit een pure vorm van liefde. Het is zo inspirerend en het geeft zoveel verdieping aan het leven. Voor mij is dat gewoon het mooiste werk wat er bestaat. Je geeft mensen ontzettend veel mee, wat ook al lang in de tijd doorwerkt. En je voedt zeg maar heel duidelijk de liefdebron ook in de mens zelf. En ik voel zelf, als ik in verbinding ben met het licht, hoe belangrijk die liefdebron is. Ja, ik geloof wel dat er mensen zijn die iets meer kunnen dan een ander op dat vlak. En dat Anna daar één van is en dat ze dat op een goede manier gebruikt. En ook haar intentie ook is om daar mensen mee te helpen of mensen daarin wegwijs te maken. En daar werk ik daarom ook heel erg graag aan mee. Je wordt er veel gelukkiger van als je eerlijk in het leven kan staan en eerlijk naar jezelf kan kijken. Omdat als je door eerlijk te zijn ook dingen weer los kan laten. Loslaten op zulk moment is altijd een bevrijding. Het geeft je innerlijk weer meer ruimte. Dus je wordt er zeer zeker gelukkiger van. Ja.